Voor mij was het gewoon bezinning. Ja, bij jezelf. In het stukje wat ik las op de site, nou, dat is dan weer wel overtroffen. Ja, toch wel heel intens. Aan de ene kant dus rustgevend. Aan de andere kant raakt het me wel een beetje. Ik voel me net een pelgrim. En dat kuddegevoel, hè. Want eigenlijk, je wil het niet, maar je bent gewoon onderdeel van een kudde. En toen werd ook de vraag gesteld, waar zou je willen staan in die kudde? Ik zou er middenin willen staan. Terwijl ik eigenlijk altijd alles zelf doe. Het feit dat je dus gaat nadenken over de stappen die je misschien wel wil zitten. Of misschien ook wel niet. Maar ja, dat je daar misschien een keer een antwoord op moet geven. Wat ik heel erg mooi vind, is hoe ze het logistiek in elkaar gezet hebben. Dat vind ik heel knap. Wat ik heel fijn heb ervaren, is de vertelling via de koptelefoon. Ja, want dan moet je het echt alleen doen. Dus voor mij was het echt een unieke ervaring.